positieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. In het kader van de rubriek Andere Sporten bij Sportsignaal zit naast mij Dennis van Dalen de Jel, trainercoach DKC, badmintonclub DKC, waarmee hij zelfs voor het seizoen landskampioen werd. Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met je sport? Dat is al een tijd geleden. Hoe lang geleden? Ik was een jaar of 6 denk ik en mijn ouders die speelden badminton. En zoals veel kinderen denk ik word je meegenomen naar de sporthal. En ik had een aantal andere sporten al geprobeerd. Welke club? Gelijk bij DKC. DKC? Ja, dus mijn ouders die speelden daar en zo een paar keer een trainingje meegedaan. Zo ben je erin gerold en uiteindelijk zit ik er nog steeds. Je zit er nog steeds. Wat voor speler was je toen je jong was? Een fanatiekeling. Ik was iemand die voor elke shuttle ging. En zeker in de beginjaren moest ik het daar ook vooral van hebben. En ik was iemand die slecht tegen zijn verlies kon en er alles aan deed om te winnen. Dat typeerde in ieder geval de eerste jaren dat ik badminton. Heb je dat als senior speler ook gehad, slecht tegen verlies kunnen? Volgens mij wel, hè? Ja, dat blijft, hè. Dat is niet veranderd. Dat is ook als coach is dat nog steeds zo. Alleen je leert er natuurlijk door de jaren heen, je leert daar beter mee omgaan. En vroeger was dat nog wel eens wat anders, maar... Dat blijft. Wanneer had jij door, of je trainers, dat jij iets beter was dan de gemiddelde badmintonspeler? Ja, dat was na een aantal jaartjes. Toen ik een jaar of 9 of 10 was, toen werd ik door een aantal mensen gevraagd om bij de regio-trainingen te komen, de districtstrainingen. Je merkt natuurlijk wel op toernooitjes en zo dat je veel won en van je leeftijdsgenoten en dat je af en toe een leeftijdsgroep hoger kon winnen en zo. Dus ja, dat merkte je na een aantal jaartjes wel. En in het beginjaren hebben mijn ouders dat altijd een klein beetje tegengehouden, omdat er nog wel wat mensen zeg maar, een beetje aan het trekken waren om naar veel trainingen te gaan. En mijn ouders zeiden van, doe maar rustig aan, zorg maar dat je veel plezier hebt en ook vooral veel blijf trainen bij DKC. Maar langzaamaan begin je natuurlijk wel mee, begin je die extra trainingen te doen en dan kom je bij de selecties terecht. Je hebt zelf ook 2 kleine kinderen. Heb je ook zoiets van, rustig aan, 1, sorry. Zeg je ook tegen hem of haar van, rustig aan, er zijn nog zoveel leuke dingen te doen om de wereld. die kleine is nu pas 8 maanden. Ik kan dat nu wel vertellen, maar dat komt nog niet echt aan. Maar goed, dat is wel, dat zal wel de insteek van de opvoeding zijn. Die kans is wel aanwezig, ja. Van welke trainer heb jij het meest geleerd? Want die vraag stel je nog vaak. Ik heb het meeste dank aan Gerard Slaats. Ik heb vanaf mijn 10e denk ik bij Gerard getraind. En dat is, ja... Ex-trainer ook van DKC en later naar topclub Velo gegaan. Ja, daar heb ik gewoon zeker in de jeugd altijd mee getraind. En later de senioren zijn naar Velo gegaan. Dus heb ik een aantal jaar onder andere trainers getraind. Maar bij Velo ben ik ook weer onder Gerard gaan trainen. En hij is gewoon de trainer waar ik het meest onder getraind heb. En met name in de jeugd was hij er altijd. Altijd mee naar toernooien, ieder paar keer per week trainen. Dat is gewoon de trainer die het meest is bijgebleven in ieder geval. Op welke leeftijd kwam je in het eerste team terecht? Dat was ook van DKC geloof ik, hè? Ja, toen was ik een jaar of 16 denk ik. Dat was in de tweede divisie. We hadden het geluk zeg maar, dat we dat eerste jaar dat ik erbij kwam, dat we gelijk promoveerden als beste tweede. En dat jaar erop promoveerden we weer, waardoor we eigenlijk in een aantal jaar gelijk naar de Eredivisie konden. Dat was gaaf, ja zeker. Vind je nou eigenlijk het aantrekkelijke aan badminton? Het gaat snel. Het is gewoon een hele snelle sport waar eigenlijk alles in zit. Dus je hebt kracht nodig, je hebt techniek nodig, je hebt mentaliteit nodig, conditie. Dus ik vind dat het spelletje eigenlijk alles omvat wat met sport te maken heeft. En het gaat gewoon onwijs snel. Kijk, 13 jaar Eredivisie heb je gespeeld. Dan vraag je dan je hoogte- en je dieptepunten. Zullen we beginnen met hoogtepunten? Dat leukste. Ja, de hoogtepunten. Ja, ik heb een aantal kampioenschappen meegemaakt met Velo 2. De laatste was met DKC een paar seizoenen terug. Dus 3 kampioenschappen, een aantal Europacups heb ik meegedaan. Ook een aantal met Velo en de laatste ook weer met DKC. Waarbij we met Velo 1 keer de finale haalden van de Europacup. Dat zijn wel de momenten die je natuurlijk bijblijft. De dingen die je wint en
ja, dat zijn wel de hoogtepunten zeg maar, van 13 jaar Eredivisie. Je bent een echte DKC-man. Waarom ga je dan toch naar Velo? Boden ze een hoop geld? Nee, daar heb ik nooit voor gespeeld. Hoewel het wel lekker is als je natuurlijk wat centjes voor krijgt. Maar dat was zeker niet de reden. Bij DKC speelden we toen een jaar of 4 zeg maar, onderaan in de Eredivisie. En was steeds hang en wurgen om promotie en degradatie. Mijn niveau was zeg maar, ondertussen wel wat omhoog gegaan. Dat ik zeg maar, ook aan de bovenkant van de Eredivisie mee kon doen. En de rest van het team bleef daar een beetje in achter. En het vooruitzicht was niet dat we met DKC de komende jaren dat niveau zouden gaan halen. Dus ik heb toen een beetje voor mezelf gekozen. En bij Velo kon ik wel dat niveau spelen. En Sierra Slaats werd daar trainer. Ja, zeker. Sierra was er. Dat is ook geschild, hè? Ja, zeker. Nee, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk gaat het ook om de mensen met wie je gaat werken. En mijn dubbelpartner zat daar, Rickard Suikerland. En Sierra werkte er al een aantal jaar. Dus ja, op zich, die stap was voor mij logisch. En ik heb daar ook nooit spijt van gehad. Ik heb daar wel eens een leuke tijd gehad bij Velo. En nog steeds wel als ik daar kom thuis. Als senioren speler, hoe heb je je verder ontwikkeld waarvan je zegt dat is echt op een bepaald moment gegroeid, daar ben ik beter van? Dat is natuurlijk sowieso is dat ervaring. Hè? Gewoon heel veel spelsituaties, maar ook heel veel spannende momenten in wedstrijden mee gaat maken, dan word je op dat soort momenten gewoon rustiger en weet je beter wat je moet gaan doen. Dat is één. Ik ben gewoon altijd hard blijven trainen en de laatste jaren zeg maar, waarin ik wat minder speelde, ben ik gewoon altijd mijn stinkende best blijven doen en daardoor is het gewoon steeds een beetje beter gegaan en de laatste jaren ben je wel blijven hangen op een bepaald niveau, maar dat niveau heb ik redelijk vast kunnen houden. Dus, ja. Tegen welke spelers heb jij het vaak moeilijk? Heb ik niet misschien direct namen, maar met de spelstijl? Ik ben met name de single speler en ik moest hebben van rallies, van vastheid. En ik vond het vaak vervelend als ik spelers tegenover me hadden die een beetje alles of niks speelden. Dus het was of goed of fout, waardoor daar heel lastig zeg maar, rallies kwamen. En dat vond ik vaak lastig, want dan kom je niet lekker in een ritme en dan ben je een beetje aan het zoeken van wat je moet doen. Dus dat waren vaak de lastigste tegenstanders in ieder geval, ja. Kun jij onze luisteraars uitleggen hoe een badmintonteam in elkaar steekt? Je speelt met mannen, vrouwen, je hebt singles, je hebt dubbel, je hebt gemengd. Ja, klopt. Nou ja, een wedstrijd in de competitie bestaat uit acht wedstrijden binnen je team. Het zijn 2 heren singles, 2 dames singles, een heren dubbel en een dames dubbel. En 2 gemengdubbels. In de Eredivisie is het zo dat je per persoon maximaal 2 wedstrijden mag spelen. Dus dat betekent dat je altijd 3 heren en 3 dames in je team moet hebben. En de meeste teams hebben er wel wat meer. We spelen vaak met 4-on-4, zo'n beetje. Met je team zeg maar, moet je gaan kijken wat de beste opstelling is, welke combinaties het beste lopen, wat zijn de beste singelaars. En zo proberen om meer punten te halen dan je tegenstander uiteindelijk. 7 jaar lang was Leonard van Velzen trainer-coach van DKC. Je hebt er lang onder gespeeld. Hoeveel seizoen heb je met hem meegemaakt? Wat heb je van hem geleerd? Ik heb uiteindelijk 3 seizoenen onder Leonard gespeeld. En Leonard is een hele sympathieke, rustige trainer, rustige coach. Die heel erg probeert de dingen positief te benaderen met heel veel geduld. En ik moet zeggen dat ik dat altijd heel erg in hem gewaardeerd heb. En nu ik zelf ook trainer, coach ben, zijn dat wel ook dingen die je meeneemt. Hè, die je gezien hebt. Heb je ook overgenomen? Nou ja, ik ben niet zo, ik denk achter de baan niet zo rustig als Leonard. Daar zit echt wel een verschil in, denk ik. Maar je kan er wel dingen van meenemen. Je hebt gezien hoe hij dingen zeg maar binnen een team regelt, oplost. En ja, weet je, er is niet één manier die de juiste is. Ik vind dat je van iedereen wel iets mee kan pikken. En nou, dat is wel een van de belangrijke dingen die ik van hem zo geleerd heb. Zeg maar. De jaren onder hem was DKC best wel heel succesvol, hè? Ja, klopt. Zeker de laatste 3 jaar hebben we in de play-offs gespeeld. Om de kampioenschap meegedaan. Nou, we hebben toen 2 keer de finale gehaald en zelfs 1 keer het kampioenschap. In Den Bosch, hè? Mooie dag.
Ja, het was een mooie dag, zeker in de Maassport was dat. En ja, dat was gewoon geweldig. De supporters leverden ook, de hele club leverde er eigenlijk al een aantal jaar echt naartoe. Omdat, een aantal jaar 2015, hè? Ja. En 2013 waren we al heel dichtbij. In de finale verloren we net aan. Waar altijd natuurlijk meer in had gezeten. Maar goed, dat telt niet. Iedereen had zoiets van, ja, de komende jaren kan het echt gaan gebeuren. En iedereen leefde daar ook in mee en naartoe. En ja, als spelers en als trainers denk ik ook, hebben we daar echt wel veel steun aan gehad. En is uiteindelijk gelukt, zeg maar. Wat was de kracht van dat team? Het was redelijk uitgebalanceerd, heb ik me laten vertellen. Nou ja, we hadden ervaring en we hadden jonkies die zeg maar nog aan, zwaar in de ontwikkeling waren. Maar wel in de afgelopen jaren zeg maar, een niveau hebben gehaald waarmee we kampioen zijn geworden. Jullie hadden een paar grote talenten. Vroeger gingen die naar Velo of Duinwijk of Amersfoort nu. Ze gingen zwaar bij DKC. Hoe kan dat? Ja, goed. We hebben de afgelopen jaren met Soraya de Visch-Eiberg in het team gezeten en met Marco Jouw. Dat waren de grootste talenten in ieder geval. En, ja, goed, hoe kan het als ze bij jullie speelden? Want Velo pikten ze er altijd in en die andere clubs. Ja, klopt. Ja, nee, maar goed, we hebben gewoon ook als DXC zijn laten zien dat we de laatste jaren gewoon bovenin meedoen. En ook dit jaar weer. En dan wordt het ook voor die talenten wordt het interessanter om bij ons te komen spelen. Omdat het niveau is toch belangrijk. Hè? Dus, Je hebt dicht tegen het nationale team aangezeten. Ja, klopt. Ik heb in de jeugd altijd bij de jeugdselecties gezeten, nationale jeugdselecties. En op een gegeven moment kwam ik op een punt, dat was zeg maar de onder 19, dat ik door ging stromen naar de senioren. En ja, daar kwam er wat meer bij kijken. Ik moest 's ochtends gaan trainen. En dat neemt natuurlijk gewoon wat meer tijd in beslag dan. En ik heb op dat moment gekozen om voor mijn studie te kiezen. Toen ik een jaar of 18 was, geloof ik. En op dat moment was dat een logische keuze. Nu achteraf denk ik van, misschien had ik het wel een aantal jaar ook bij de senioren moeten proberen. En die studie wat verder moeten opschuiven. Ik heb er nooit echt spijt van gehad. We hadden net over geld in het badmintonwereldje. Hè? Wordt er überhaupt betaald in het wereldje? Want jullie hadden een topvrouw, hè? Die is ook vertrokken naar Amersfoort. Jij bent vertrokken. Weet je daar iets meer van? Misschien niet bij DKC, maar dat zeggen ze allemaal hoor, trouwens. Nee, hoor. Nee, ook DKC betaalt gewoon. En ik denk dat het grootste gedeelte van de Eredivisieclubs gewoon betaalt, spelers betaalt. Weet je, dat zijn geen hele grote bedragen, maar er zijn altijd ieder jaar weer een aantal sponsors die voornamelijk sponsoren voor de Eredivisie. En daaruit ontstaat een potje waarmee je spelers kan betalen. En ik denk dat het nodig is dat iedereen daar ook altijd wel in geïnteresseerd is. Dus die kan niet zonder betaling om, zeg maar, als je in ieder geval aan de bovenkant van de Eredivisie mee wil blijven doen. Maak je zelden mee, zo'n eerlijk iemand? Het is zoals. Je daar nooit niet zo moeilijk over doet. Nee, ik hoef niet per se bedragen te doen, maar het is zoals het is. Dat vraag ik ook niet. Nee, precies. Nee. Dus ik denk dat je niet zonder kan als je mee wil doen voor het kampioenschap in ieder geval. Dus, ja. Jullie zijn een beetje opvallend. Jullie zijn de competitie begonnen met Van Velzen op de bank. En op een bepaald moment neem jij het over. Hoe kan dat? Is dat normaal samen met Robert de Keizer, geloof ik? Ja. Nee, het is niet helemaal zo zoals je het zegt. Leonard heeft vorig jaar eigenlijk gewoon zijn laatste seizoen gecoacht. En heeft voor dit seizoen aangegeven dat hij geen hoofdtrainer meer wil zijn. Hij is nog wel actief als trainer bij DKC, maar niet meer als hoofdcoach. En we zijn binnen DKC, binnen de technische commissie op zoek gegaan naar hoe we het dan in kunnen vullen. En Robert de Keizer is een trainer die zich de afgelopen jaren heel erg goed ontwikkeld heeft en daar ook. Jullie doen het nu samen, hè? Ja, we doen het samen met Robert de Keizer. En ik verzorg de trainingen voor alle bondsteams. En Robert de Keizer die houdt zich voornamelijk bezig gewoon alleen met het eerste team, de training. Jij helemaal niet? Ja, er zijn ook spelers die bij mij trainen in het eerste. Maar Robert die traint zeg maar alleen met het eerste team. En bij de trainingen die ik verzorg zijn zeg maar is team 1 tot en met 3. Dus dat zijn dat is een wat bredere groep. En samen verzorgen we de coaching van het eerste team en de begeleiding daarvan. En dat bevalt heel goed. En, ik ken Robert Keizer goed, ik heb jaren met hem gespeeld, hij is een goede vriend van me. En het is heel leuk om dat samen te doen. Het is heel leuk. Maar is het ook niet zo, je moet dan spelers, speelsters coachen waar je mee gespeeld hebt. Hoe is dat?
Ze gaat jou niet meneer noemen, hè? Of trainer? Nee, zeker niet. Nee. Ik krijg van alles naar mijn hoofd nog steeds, maar behalve trainer. Dus dat gaat nog goed. Nou ja, goed, kijk, met sommige spelers verschil ik ook helemaal niet veel qua leeftijd. Dus ja, wat dat gaat, sta ik nog wel gewoon redelijk midden in die groep. En ja, ik heb het idee... Soms moet je erboven staan. Ja, zeker. Nee, zeker. Dus dat is zeker zo. Alleen ik vind dat je dat niet te geforceerd moet gaan doen. Ik bedoel, ik heb jarenlang met het grootste gedeelte van het team nog samengespeeld. En ja, ik heb zelf in ieder geval het gevoel dat de waardering gewoon van beide kanten is. En dat als, ja, wij moeten zeg maar de voorwaarden scheppen waarin zij zeg maar ja, goed kunnen badmintonnen. En nou, dat proberen op onze manier te doen. En ja, volgens mij gaat dat steeds beter. En is dat redelijk natuurlijk gegaan, laat ik zo zeggen. Jullie zijn dit seizoen ja, niet sterker op geworden. Drie spelers, Pilsers, zijn weggegaan, waaronder Dennis van Daan en de Jel. Toch draaien jullie weer makkelijk mee. Weer in de kampioenspoel. Ja zeker. Ja, erg knap ook van het team. En het team is wat verjongd. We hebben Alissa Tertus en Tono, die is uit de jeugd doorgekomen. En die zit nu voor het eerste jaar vast. Nou, Marlies Baan zat daar vorig jaar al, maar die is van dezelfde leeftijd, een jaar of 17, 18. En die, ja goed, dat zijn gewoon jonge spelers. Joran Kwekos is een jongen, die is 18 jaar, dus we hebben daar gewoon de helft van het team is erg jong. En die ontwikkelen zich gewoon heel goed. En ja, ik moet zeggen dat ook de spelers die wat ouder zijn en al jaren in het team spelen, ook nog steeds stappen maken. Hè. Als ik zie hoe Michiel Kruijt dit jaar weer een voortrekkersrol neemt en ook qua niveau op de baan zeg maar gewoon nog steeds stapjes maakt, dan is dat gewoon knap van het team en doen we het ja, denk ik als team onwijs goed nog. En ja, gaan we nu de tweede fase van de competitie in waarin we ja, gewoon voor de play-offs gaan weer. Wat was de doelstelling voorafgaand bij het begin van deze competitie? Ja, de opzet is wat veranderd van de competitie zelf. Dus vertel eens, want die knap ingewikkeld. Ja, nou ja. Voor leken. Ja, precies. Op zich valt het mee. Ik zal het kort proberen uit te leggen. Je speelt tegen alle teams één keertje. En dus heb je 9 wedstrijden erop zitten. En dan hebben we nu een bovenste pool van 5 en een onderste pool van 5. Nou, we zitten dan in de bovenste pool. En met die 5 teams speel je nog een hele competitie. Dat betekent dat je nog 8 wedstrijden speelt nu. Van daaruit komt er een ranglijst waarin je nummer 1 gelijk doorstroomt naar de finale. En nummers 2 en 3 nog in een play-off wedstrijd uit en thuis tegen elkaar spelen. Of voor de tweede finale plek. En de doelstelling is bovenste 3. En dat is niet veranderd na de eerste helft van het seizoen. Maar je geeft duidelijk aan, jullie zijn derde in de eerste fase geworden. Ja. En je had graag tweede geworden. En dat lees ik overal als ik je een beetje heb goed bestudeerd. Waarom was dat? Ja, nee, klopt. Ja, het lag heel dicht bij elkaar. En, maar waarom dan net tweede? Ja. Maakt dat wat uit? Nou ja, goed, je krijgt als je nu zeg maar naar de tweede fase van de competitie begin je zeg maar met een aantal punten. Dus als jij nummer 1 wordt, dan krijg je 5 punten. Nummer 2 krijgt er 4, nummer 3 krijgt er. En het ligt nou eenmaal heel dicht bij elkaar. Dus ieder puntje is gewoon meegenomen. Plus ja, weet je, dat het gewoon fijn is om zo hoog mogelijk te eindigen. En we zaten er zo dicht tegenaan. Dus die laatste wedstrijden zijn we gewoon vol voor die tweede plek gegaan. En dat is net niet gelukt daarnaast. Ja. Laatste vraag. Volgens mijn informatie heb je een groot talent in het team. Jij zegt, het zijn allemaal talenten. Je hebt er net een paar namen genoemd. En dan hebben we het over Joran Kwekel. 18 is hij nu. Hij was 17 toen las. Is dat echt zo'n groot talent? Of is dat weer iemand van waar de kenners al gauw zeggen, nou, die kan wel ver komen. En is het een soort Dennis van Daan en Niel? Zelfde mentaliteit, want die was altijd goed bij jou. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, het is een talent. Het is een groot talent. En hij heeft het in zijn leeftijdsgroep in Europa ook de afgelopen jaren hartstikke goed gedaan. Ja, dat geeft gewoon aan dat het een groot talent is. Ja, hoe ver je uiteindelijk kan komen in de seniorentour, dat is altijd moeilijk in te schatten. Daarin zou ik nu niet gelijk zeggen dat hij ook aan de bovenkant van Europa mee gaat doen als hij straks 5 jaar verder is. Maar goed, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. En, nou goed, wat betreft zijn mentaliteit, ja, hij traint er hard voor, hij traint er veel voor. Nou goed, op de baan tijdens de wedstrijden vind ik, samen met Robert ook trouwens, dat zijn mentaliteit zeker niet slecht is, maar dat er zeker ook nog punten zijn voor verbetering. En daar zijn we hard aan bezig. En ja, dat is lastig. Het is een jonge jongen en ja, die zijn ook wel eens eigenwijs en dat is ook wel leuk. Dus wat dat gaat, is er nog werk aan de winkel. Maar, nou goed, het is een groot talent, dat is zeker. Dennis van Daan en de Jel, trainercoach van Badmintonclub DKC. Bedankt voor het gesprek.
Ja, graag gedaan, Kees. Ook bedankt. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio.